Tien voor half zeven 's ochtends. 5 uur geslapen of zo dus. Maar ik realiseer me gewoon dit. Als ik niet elke keer de energie zelf had gereinigd, de energie had gereinigd. Ik ben elke keer tot zover. Wil ik dan wel even alles voelen of zo? Ja, voel ik het voor God, bij wijze van spreken. Maar als ik het niet had schoongemaakt, niet had weggelachen, niet afstand van mensen had genomen, niet de technologie er was, waardoor ik tegen mijn camera kon praten en het op YouTube plaatsen, daarmee ook een beetje van me wegdoen, daarmee ook gewoon de daders aanwijzen en noem maar op. Dus ik denk gewoon, stel je voor, je hebt een A4 blaadje. En elke keer als iemand je pest, je trolt, je aan het lastigvallen is met geluidsoverlast, doen alsof dingen niet zo zijn, doen alsof ze niet er ook mee te maken hebben gehad, niet met een brainfuck bezig zijn geweest, niet, je bent alles tegen ze aan het vertellen, maar zogenaamd weten ze niet wat er speelt, doen alsof ze er niet bij horen. We komen dan ook, terwijl je overal wel doorheen gaat, zijn jullie weer negatief aan het doen? Aan het bonken zijn met geluid. Je gewoon alle wetten die overtreden worden. En je geliefden die zien dat zogenaamd niet. Je gaat doen alsof je gek bent, maar je laat ook mails zien waar nog meer in gestoken wordt. Nog meer messen in je rug, nog meer porren in je hart. Als je een A4 plaatje hebt en je zou alleen een heel klein puntje, niet alleen een puntje, maar je maakt er even een beetje een 2-3 mm puntje maak je ervan. Als ik dan gewoon bij mij kijk, met alleen al wanneer je elke keer moet rouwen om dingen, elke puntje moet zetten, dat hele internet, al die puntjes die al op dat A4'tje zaten. Dan ook nog familie die zogenaamd dingen niet ziet en de dingen niet wil zien. Dat ze willen dat je echt erin verdrinkt. Nog meer puntjes overal op. Tot vrienden, nog meer puntjes. Buren, nog meer puntjes. De groenteboer, de enigste waar ik nog een jaar lang kom omdat ik toch een verslaving heb gehad. Nog meer puntjes, al die keren. Ik nam het allemaal wel een keer op mijn voice recorder op en daarmee zijn er bewijzen. Politie. En alles wat je daaraan vertelt, weer niks mee gedaan wordt. Nog meer puntjes. Ik kan echt zeggen, mijn A4'tje, dat witte blad, zit geen wit meer op. Ze zijn echt zo ver gegaan, zo erg uitmelken. Zo erg verwaarloosd, zo erg niet mensen- en burgerrechten beschermd. Dat blad is helemaal blauw, tenminste ik zie dan een blauwe pen voor me. Is echt geen wit meer op te krijgen. Als ik het allemaal toegelaten. Maar tegelijkertijd is dat vel is wel helemaal blauw, hè? Zoveel wat er mee te maken heb gehad. En ik precies weet wie al mijn daders zijn. Precies weet waarom dat veel geen wit op te zien meer is. Dus echt klaar nu. Maar ondertussen gaat het natuurlijk wel door, hè. Dat ik klaar ben met YouTube en de dingen niet meer laat zien. En waar je dan allemaal al doorheen gaat, is gewoon elke druppel die er bovenop komt. Ja, alsof de emmer overloopt. En is het nog steeds. Ik ga echt niet naar hun niveau dalen. Ik ben echt niet van plan om te gaan huilen om een gemis van hun. Ik ben echt niet van plan om te gaan huilen of mezelf te pijnigen of aan zelfmoord bij wijze van spreken te denken. Omdat hun allemaal zo smerig zijn. Maar ook gewoon als je overal erin, dat iemand je even moet wijzen. Oh, die is over jou slecht aan het praten.
is gewoon weer een stipje erop. Diegene hoort er ook gewoon bij. Dan ga je echt snappen dat de cults die bezig zijn, het gangstalken, vooral het op spiritueel niveau. En het op psychisch, spelen met je mind, spelen met je in je ziel. En gewoon zorgen dat je maar achteruit gaat. Die disbalans wat het allemaal brengt, is het echt dat ze je kapot willen maken. Niet alleen ziek, niet alleen richting een psychose of zo. Nee, ze zijn je echt kapot aan het maken. En allemaal voelen ze zich veilig, want hè, politie die helpt ook niet. Familie helpt ook niet. Waardoor je gewoon een target individual aan het worden bent, die door niks en niemand beschermd wordt. Dat beginnen nog meer mensen te zien. Die beginnen zich ook helemaal te genieten van het pijn van een ander. Dan gaan ze echt, bij wijze van spreken erop uit, voelen zich echt hele heksen. Het is wel, ik weet precies wie hier allemaal mee te maken heeft. En omdat ik in april toch wel wil beginnen, is het echt, wanneer ik 40 word, 21 januari, want voor die tijd, de mensen die opgepakt zijn, niet door karma heen zijn, ga ik ze echt ons de beurt langs. Met armor van God aan, hè? Dus ik kom niet zielig, pijn, of heel erg boos en agressief. Maar ik kan wel straffen. Uiteindelijk verdienen mensen toch gewoon een straf. Het is echt, ik zet de straf vanzelf wel aan. Want nu kan ik wel denken, stop met YouTube filmpjes maken. Maar het gaat evengoed natuurlijk wel gewoon door, hè. En sommige mensen wonen heel dichtbij hier in het rijtje. Andere mensen die wonen een straat verderop. Het is niet zo heel moeilijk hoor, om voor mij te zien wie elke keer een stippie heeft veroorzaakt op mijn A4-blaadje. Waardoor er nu gewoon geen wit meer is. Dan kan ik het blaadje wel omdraaien. Maar daarmee gaat het niet weg, alle pijn die me aangericht is. Het stelen van mijn erfenis, het stelen van mijn destiny. En dat dat allemaal maar kan, omdat alles en iedereen die ik een beetje in mijn hart had, iedereen die ik toch wel een verleden mee heb gehad, dat die gewoon allemaal niet alleen dat ze me niet hebben geholpen, of bijgestaan, een luisterend oor, of goed over me praten bij wijze van spreken, nee, ze hebben allemaal gewoon een inbreng in het hele ding gehad. En dat is allemaal niet alleen uit haat en uit jaloezie. Sommige mensen zijn gewoon bijna aan het werk geweest. Of die kunnen echt, die hebben het idee dat ze erop vooruit gaan. Als iemand anders aan het pijnigen zijn, kunnen ze echt van genieten. Voelen ze zich echt zelf beter. Echt dat gevoel wanneer je eventjes iemand voor de grap in de kast opsluit. En het is voor de grap, hè, maar je voelt wel toch even een soort van magie. Sommige mensen die zijn dat echt gewoon hun hele leven aan het doen. Die zijn bezig met rituelen. Die zijn echt bezig met, hoe zeg je dat, affirmations in hun hoofd. Die zijn echt aan het heksen. Het is echt gewoon bijna duister. Het is echt, die mensen die hebben een demon in hun. Incubus, succubus, Jezebel spirit. Sommige zijn black widows. Het hele geloof is bij zoveel mensen weg. Een heleboel die willen het slechte dan ook niet zien. Dus ze zijn wel gelovig, maar ze geloven niet in de duivel. Het is echt heel erg duivels. Het is echt heel erg hekserij waar ik allemaal doorheen heb moeten gaan. Maar ik weet wie iedereen is, hè. Ik weet wie iedereen is. Er zullen nog een paar op de achtergrond zitten die dan leuk hebben meelopen doen. Trollen op internet of zo met een anoniem accountje. Maar alles wat ik echt het meest in mijn hart had, ik weet precies wie ze allemaal zijn. Dat ik ook echt gewoon snap met ook die vier agenten hier aan de deur en zo. Dat het niveau waar het op gaat, dat dingen gestolen kunnen worden. Dus ook advocaten, ook rechters. Dingen niet beschermd worden vanaf politie, OM, de overheid. Iedereen kan wel naar de elites wijzen.
Maar wie zijn de poppetjes die het uitvoeren? En ik heb echt te maken met de minions, gehad, de grondtroepen van de duivel. En dan zijn er een heleboel die dingen doorhebben, maar het nog erger maken. Zo'n Fidère zei ik bijvoorbeeld. Of een heleboel breefak veroorzaken als je vriendje kijkt mee. Dus het is echt gewoon een totaal plaatje. Mijn hele A4 blaadje zit geen wit meer op. Ik ben gelukkig nog wel bij hart. Ik wil gewoon nog steeds goed zijn, aardig zijn. Het positieve, frequentie hoog houden. En ik heb het wel allemaal gevoeld. In elke vorm heb ik misbruik, in elke vorm heb ik verwaarlozing moeten voelen.